Is de uurverandering ongezond? Wat zegt de wetenschap? Eigenlijk is het antwoord op deze vraag niet voor iedereen hetzelfde. Want er zijn verschillende soorten mensen. Er zijn ochtendmensen, avondmensen en nog andere types ertussenin. En er bestaan ook verschillen qua aanpassingsvermogen. Sommige mensen moeten elke dag op hetzelfde uur opstaan of ze voelen zich slecht. Voor anderen is regelmaat minder belangrijk. Het probleem bij de overgang van zomer naar winteruur, of omgekeerd, is niet enkel het uurtje meer of minder slaap. Wie er gevoelig aan is, kan enkele dagen overdag een beetje slaperig zijn, wat prikkelbaar of minder geconcentreerd. Je hoort tegenstanders van de uurverandering wel eens medische studies aanhalen waaruit blijkt dat de kans op een hartinfarct 10% groter is wanneer we van uur wisselen. Ook zou het risico op diabetes type 2, hart- en vaatziekten en kanker toenemen. Maar belangrijk hierbij is dat wetenschappers het niet eens zijn over hoe die studies moeten geïnterpreteerd worden. Het zijn correlationele studies. Het is niet zeker of die hogere kans op ziektes en ongevallen specifiek door de uurverandering komen. Echt sterke argumenten zijn er dus medisch gezien niet om de uurverandering af te schaffen. Toch wordt daar de afgelopen jaren regelmatig voor gepleit. En dan hoor je vaak, kunnen we niet voor een permanent zomeruur gaan? Wel, ik ben somnoloog, slaapdeskundige, en permanent zomeruur is echt geen goed idee. Lichamelijk niet en geestelijk niet. Want als we permanent zomeruur zouden invoeren, wijkt de klok het hele jaar door 2 uur af van onze biologische klok. En dat kan wel degelijk medische gevolgen hebben op lange termijn. Maar wat is die biologische klok? Elke mens heeft een soort interne klok die ervoor zorgt dat we een slaap-waakritme hebben. Die klok zegt ons wanneer het tijd is om op te staan en actief te zijn en wanneer het weer tijd is om te gaan slapen. Maar met die biologische klok, daar is eigenlijk iets geks mee aan de hand. Uit experimenten blijkt dat als mensen enkele weken in een donkere ruimte worden opgesloten, ze nog wel een slaap-waakritme hebben en dus een bepaald aantal uren slapen en wakker zijn. Maar ten opzichte van een gewone klok, dit wil zeggen van een dag en een nacht die 24 uur duren, loopt de biologische klok van mensen een klein beetje fout. Mensen leven volgens een ritme van ongeveer 24 uur en 10 minuten. Na een week zou je dan al een uur later slapen. Na een maand zou je puur volgens je interne klok 4 uur later gaan slapen, enzovoort. Je zou nooit meer uitgeslapen op je werk toekomen, want daar moet je wel elke dag op hetzelfde moment zijn. Maar gelukkig wordt ons bioritme elke ochtend gereset. En dat resetten gebeurt door licht en gedrag. Opstaan op hetzelfde uur en natuurlijk licht zien. Op het moment dat je wakker wordt, je gordijnen opent en het eerste daglicht ziet, krijg je lichaam het signaal, dit is het begin van de dag, nu moet je ongeveer 16 uur wakker blijven. Oké, maar wat heeft dat nu met de uurverandering te maken? Wel, op dit moment loopt onze klok in de zomer 2 uur voor op de natuur. Mochten we nu kiezen om permanent zomertijd in te voeren, zou de klok ook in de winter 2 uur voorlopen op de natuur. Dat zou willen zeggen dat het dan pas licht wordt rond 9:30 tijdens de korte dagen. Op dat moment zitten veel mensen al op school of op kantoor en dus worden ze niet direct blootgesteld aan daglicht. Ons lichaam krijgt dan niet, of pas heel laat tijdens de dag, een belangrijk signaal dat het moet resetten. En na verloop van tijd kunnen we meer moe of slaperig worden omdat we slechter of minder slapen. Dus weg met de uurverandering en de zomertijd. Voortaan altijd wintertijd. De meeste mensen in het noordelijk halfrond hebben inderdaad meer baat bij een permanent winteruur. Over het algemeen moeten mensen sowieso tussen 6 en 8 uur opstaan omdat ze naar hun werk of school moeten. En dan is het dus best licht het hele jaar door. Nog natuurlijker zou zijn dat we overschakelen naar de standaard of Engelse tijd omdat dit nog meer aanleunt bij onze biologische klok. Maar ik spreek hier natuurlijk voor de meeste mensen. Er is eigenlijk geen pasklare oplossing die werkt voor iedereen. Dat zegt de wetenschap.